Zullen we van de, de jongste, misschien wel winnaar, naar misschien wel de oudste gaan? In ieder geval iemand, een hij of een zij, die haar sporen in het vakgebied echt meer dan heeft verdiend. En dan heb ik het natuurlijk over misschien wel de mooiste prijs ook: de Oeuvre Award. Christel Deulaert is over uh, Christel, dankjewel. Je bent de directeur van Le Tableau. Klopt. Wat een, wat een schitterende internationale naam is, en Français. Ja, het is geen, uh, we verkopen geen wijnen. Nee. Dat zou je misschien denken. En ook geen Al, Frans eten. Maar... <laughs> okay. Nee, we zijn een uitzendbureau voor advocaten en notarissen. Ja. Dus die plaatsen we op tijdelijke projecten. Mm -hmm. uh, ja, ga, ga jij ons eens dus even voorbereiden op uh, wie dit jaar de euro wordt gewonnen heeft? We klappen het nog niet, maar uh, hoe ging dat een beetje? Nou, we zoeken naar iemand die eigenlijk zijn leven lang iets bijzonders heeft gedaan. Dus niet één of twee keer iets heel moois, maar eigenlijk toch vrij permanent uh, bijzonder actief is als jurist. En dan het liefst ook op verschillende gebieden. Dus niet 40 jaar notaris of 40 jaar <grijg> advocaat... maar die ook nog wel wat gevarieerd heeft. Maar die heb je ook. Ik had een notaris in Haarlem... en die had een hele grote, niet erg lekker ruikende Basset hound... onder zijn bureau liggen. Die lag daar ook al 40 jaar. Die, die krijgt dan niet de oeuvre woord, zeg maar. Nou ja, dat zou best kunnen. Kijk, je krijgt hem niet vanwege je hond, nee, natuurlijk. Nee. precies. Dus ik, ik krijg het plaatje. En to toen ben je gaan zoeken hoeveel... Vind je dan de juiste kandidaat? Nou, daar hebben we het met de jury ook over gehad. Mensen kunnen inzenden, kunnen iemand nomineren... maar wij kijken zelf ook rond. En uh, de voordracht of degene die het uh, gewonnen is... die is wel uit de jury ook zelf voortgekomen. Dus jullie... De, de komen... Niet één van de juryleden, maar die we zelf ook toegevoegd hebben bij de, vorige, uh, bij de voordrachten die er al waren. Ja, 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 dat is leuk, maar wij weten eigenlijk misschien een nog betere. Zo is het. En toen was iedereen blij in de jury. Zeker, heel blij. Kan je vast al een klein uh, tipje oplichten van wat er bijzonder aan deze persoon is? Ja, zeker. Nou, het bijzondere is, het is iemand die is eigenlijk begonnen in de commerciële advocatuur bij de grote kantoren, mm -hmm. maar vervolgens uh, voorzitter, onder andere, geweest van de commissie gelijke behandeling, heeft gewerkt bij de Opta, is staatsraad geworden. Uh, heeft heel veel gedaan voor het bewaken van de rechtsstaat, met name in Suriname. En. Uh... Heeft ook recent zich nog eens even heel actief geroerd in de Black Lives Matter discussie. Ja, nou, beter kan je ze niet krijgen eigenlijk. Hè? Zo is het. Zullen we langzaam gewoon stiekem gaan onthullen? doen we via een. Ja, ik wou ook zeggen, wil je meer weten over deze ontzettende inspirerende en enthousiaste persoon? Dan moet je natuurlijk alles lezen wat in het Advocatie-magazine staat. Je kunt naar een aflevering kijken van Zomergasten. Ja. En dan moet je kijken naar de aflevering die gaat over Lilian Consalves. Nou. Mevrouw González, wat fijn dat u er bent. En eerst even van ons uh, enorm gefeliciteerd. Dank, dank, dank. Wat, wat voor gevoel dank. zit er nu in u? Heel blij en heel vereerd. <laughs> ja. Ja. Wij zijn juist heel vereerd dat u er bent vandaag. Want er mogen maar een paar mensen in. En nou ja, je kan ook zeggen: van weet je, ik blijf lekker thuis met die corona, maar u bent er. Ja. ja. Ik wil eigenlijk beginnen. Uh, heel lang geleden was er een uh, jonge vrouw ja. die de advocatuur inging. En die dacht: ik ga een juridische carrière beginnen. Uh, zou u ons mee kunnen nemen naar dat moment? Weet u nog wat voor verwachtingen u toen had? Toen ik de advocatuur inging, mm -hmm. ja, altijd om uh, mensen te verdedigen en ergens voor te vechten, en ja. zeker activisme. Ja. En waar kwam dat vandaan? Zat dat in uw familie? Zat dat in uzelf? Nou, ik denk dat het ook uit mijn familie komt. We zijn voor een groot deel migranten en je moet jezelf overeind houden. Dus ga er maar voor. Ja. Ja, dan kan je ook met elkaar een, een winkel beginnen of iets anders doen. Maar... Dat hebben we ook gedaan, van ah, alles. Oh, het is dus ja. breed ingezet. Ja, ja, ja. ja dus, ik zie dat we leren hier weer van. Ja, dat nee? dus, uh, ja. Je moet niet van mijn familie doet altijd één ding en dat gaat dan fout. Maar u dacht ik ga breed. We Doe meer en sommigen gaan fout, en sommigen lukt Wat is er niet gelukt bijvoorbeeld? Um, bij mezelf misschien dat ik toch eens heel bestuurlijk politiek in mijn eigen land iets had willen doen. Mm -hmm. Maar dat is niet ja. mislukt heeft u bent u niet aan toegekomen eigenlijk. Nou, het is ook niet gelukt. Ja, nou zo kan je het ook zien. Ga de weg, dan ga je op een gegeven moment merken, "Hé, hey, ik heb de goede keus gemaakt. Ik heb er talent voor. Wanneer was dat bij u ongeveer? Ik denk dat ik, uh, nou, ik heb eigenlijk altijd met hart en ziel gewerkt. Ik vond advocatuur vanaf het begin ontzettend fijn. Nou ja, en. Je moet, er, je moet studeren. Je moet werken aan je zaken. En je zegt dan niet van. Goh, wat ben ik er goed in. Nee, je bent nooit goed genoeg. Nee. Maar dat is ook een soort. Zo ben ik ook opgevoed. Hè? Als ik met een 9,9 thuis kwam, zei mijn vader. was niet de allerleukste vader op aarde. Die zei dan. Oh, toch nog een foutje. Weet je, je was <laughs> eigenlijk nooit goed genoeg. Maar dan moet je op een gegeven moment ook van jezelf gaan houden. Is dat wel gelukt bij u? Dat u af en toe zei van. Uh, goed gedaan? Jawel. Als je niet van jezelf houdt, kan je ook niet van anderen houden. Nee. Hè? Nee. 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 Je bent co-host, hè? Dus ik ben co-host. Als, als je een ja. vraag wil doen, af en toe tussen mag Nou, zeker. Wat mij, als we kijken naar uw interview in de advocatie, heeft het heel ja. veel over mensenrechten. U heeft jarenlang ook voor Amnesty International gewerkt. Ja. En wat mij, als ik nu kijk naar de huidige wereld, is het toch dat we heel veel nationalisten om ons heen hebben: uh, Amerika, Engeland, Turkije, Rusland. Nou, er zijn nog zoveel meer landen te noemen. En als we het over mensenrechten en nationalisme hebben, ja, daar voel ik altijd een conflict in. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? U begint wel van erg ver weg. Ja, We kunnen klopt, het ook maar... dichter bij huis doen. Graag. Daar is het er ook. En dat is, daar komen mensenrechten altijd in gedrang. En ik vind het ook belangrijk om in Europa aan ons heen te kijken. Ik was heel verrast vanmorgen toen ik in de krant las... dat de Europese Commissie voor het eerst een rapport heeft uitgebracht... waarbij de 27 landen langs de meetlat gelegd zijn van de... Fundamenten van de Unie, uh -huh. uh, rechtsstaat, democratie, mensenrechten. En dat vind ik dan toch in deze tijd een heel hoopgevend teken. Uh, Europa zien we de zwakheden, het nationalisme. Er wordt uitsluitend over economie en financiën gesproken, en dat nu aan de orde. Door de commissie zelf de fundamenten van de Unie. Dat vind ik echt heel bijzonder. Want het gaat niet vanzelf. Nee. En zou dat, denkt u, te maken hebben dat door de hele coronacrisis. krijg je natuurlijk die enorme geldstromen die op gang komen. gaan we ineens ook met elkaar denken. wat zijn nou onze Europese waarden? Waar houden we nou van? Wat, wat moeten we nou vasthouden met elkaar en groter maken? Het is dus niet alleen de economie. En, en dat heeft ermee te maken, denk ik, met wat u net zegt. Dat denk ik ook. Dat je... Gedrukt werd, wordt op de essentie dat je zonder die waarden er niet komt. En dat het toch wel heel bedreigend is dat Europa zo verzwakt is. Mm -hmm. En dat financieel grotere solidariteit ontstaat. Ja. Maar dat je toch terug moet naar het fundament. Want anders krijg je niet nee. de gelijke kansen voor iedereen. Maar welke, ja, welke fundamenten worden op dit moment het meest bedreigd, zoals u dat zegt? Als u kijkt naar Europa, kijkt naar de huidige crisis. In het algemeen de rechtsstaat, de mensenrechten en ja. niet alleen de burgerlijke politieke rechten. We zien in landen in Europa ook uh, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht die heel erg in het gedrang is gekomen, maar ook meer oog en aandacht voor de sociaal-economische rechten. We hebben het niet allemaal even goed in Europa. En uh, dat er onvrede is, is niet onbegrijpelijk. Maar dat brengt in een zwak Europa mee dat je alleen maar intern naar elkaar kijkt en die grenzen steeds harder worden. Ja. Dus uh, dat vind ik heel zorgelijk. Uh, je wordt voor een deel bepaald ook door wat je zelf hebt meegemaakt. Mm -hmm. Toen ik naar Nederland kwam, de tachtiger jaren. Als vluchteling, migrant, was ik heel erg welkom. En dat gun ik iedereen. Maar dat krijg je niet in een zwak Europa. Versterking van rechten van het fundament en ook de mogelijkheid om je daartegen als Europa te verdedigen. Dus ook defensie. Niet meer afwachten. Op anderen die je moeten komen redden. En wat zou daarvan nodig zijn, denkt u? Want als u het zo vertelt, is het eigenlijk heel helder. Ik deel eigenlijk heel, uw analyse heel erg uh, in hoe u het stelt. Het ligt op tafel. Wat hebben we nodig, behalve een, een Merkel-Macron-as, om dat nou eens naar de, de rest van de wereld te zeggen? Hey, wij zijn misschien wel de grootste economische macht. Wij slaan daar handen in één. En wij staan voor onze waarden. En wij heten de vluchtelingen die, die komen, die echt terecht zijn. Die heten wij welkom. En we, we gaan het zorgen dat iedereen het min of meer even goed krijgt. Want we, we strijden er al zo lang voor. U helemaal. U hebt helemaal gelijk om te zeggen, als je dat zo zegt, is het helder. Mm -hmm. Is makkelijker gezegd dan gedaan. Precies. Daar ben ik me zeer van bewust. Mm -hmm. Maar wat ik ook interessant vind in uh, dat onderzoek dat is gedaan, dat er het ook gaat om een kritische uh, massa van gewone mensen, ja. van burgers die daarin tegenwicht bieden. En daar heb ik wel ervaring mee. Ik probeer niet te praten over de grote politieke zaken waar ik niet in zit en ook niets mee kan. Mm -hmm. Maar ik geloof en ben ervan overtuigd dat als het maatschappelijk middenveld veel meer verenigt, ook in Europa, de mensenrechtenbeweging, de groene, als die samen zouden opkomen en echt corrigerend optreden, dat we vanuit die invalshoek kunnen werken aan een stukje sterker Europa. Ja, en zou de coronacrisis ons daarbij helpen? Want uh, dat is de eerste uh, pandemie die uh, ons allemaal uh, raakt, kan je bijna zeggen. Daarachter zit natuurlijk de hele klimaatsverandering en de, de hele nieuwe wereld die we met elkaar snel moeten gaan maken. Dat is misschien de eerste keer dat de mensheid in lange tijd een soort gemeenschappelijke vijand heeft waar we een antwoord op moeten verzinnen. U noemt ook net de groenen. Ik zat uh, vorige week aan tafel met uh, staats staatssecretaris van Veldhoven, die ook zei, bij de komende verkiezingen geef ons mandaat. De gewone burger, we hebben een soort kritische massa nodig. Hè? Dat we ineens gaan zeggen van het mag, ga die wereld anders maken, ga die vluchtelingenproblemen anders oplossen, doe het samen. Ja. Wat is daarvoor nodig, denkt u, dat, dat, het, dat die gewone burger gaat zeggen... oké, okay, dat gaan we doen? Hoe activeer je mensen, hè? Mm -hmm. Dat is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel organisaties, ik ben zoveel jaren bij... met Amnesty bezig geweest. Je moet wel duidelijk voor ogen stellen wat je wil bereiken. En dat is heel basaal. Gelijke kansen voor iedereen. En... Nu is het merkwaardige, in Afrika, waar het zo moeilijk is, hebben ze minder last van COVID. Maar tegelijkertijd is het ook veel moeilijker om een uitweg te vinden. Uh, en ja, antwoorden heb ik echt niet. Maar wel dat we ons er intens mee bezig moeten houden. Ja. En zelf uh, je kan mensen ook niet gaan ontwikkelen. Dat doen ze zelf. Mm -hmm. Maar je kan elkaar wel inspireren om dat te doen en te bemoedigen. Ja. Nou, u, u zei het net erg stiekem al, hè. Dat, we, dat uh, als je het samen gaat durven te doen... Dan, dan zit je die stap vooruit al... En als mensen zich daarvan bewust worden, dan het zou het moeten kunnen, Ebbo. Ja, zeker. Maar ik denk, ik, mijn vraag is ook... als we kijken naar het huidige politieke klimaat in Nederland... Ja. waar we toch heel veel splinteringen om ons heen hebben... en eigenlijk niet de grote gemene delen hebben. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Want we krijgen straks uh, Tweede Kamerverkiezingen. En mijn vrees is dat we weer uh, 30 partijen met uh, 2, 3, 4, 5 zetels... of allemaal afsplinteringen gaan krijgen. Ja, ik weet dat u niet de oplossing heeft... maar vanuit uw kennis en kunde... Uh, nou, ik blijf toch bij een invalshoek die mij meer vertrouwt. Dus dat kan ik politiek niet oplossen met al die partijen. Ja. Maar ik geloof wel in een krachtig middenveld. En dat kunnen we wel met elkaar. Daar heb je de politiek niet bij nodig. Ja. Okay. En u zei net ook, als je het heel simpel zegt... Hè? simpel doelstellen, dat helpt natuurlijk. Um, als u nou uw hele carrière overdenkt... Hè? wat was voor u het mooiste moment en wat heeft u onderweg geleerd? Oh, dat is een hele grote vraag. Ja. Ja. U heeft zes uh, minuten jij... voor uw antwoord. Nee. <laughs> um, ik weet niet wat ik het mooiste moment vond, maar um, ik heb er wel erg van genoten dat ik uh, in het juridische vak steeds weer nieuwe uitdagingen vond. En um, ik heb ook ervaren hoe fijn het is als je zakelijk kan werken, maar tegelijkertijd je ook met waarde bezig kan houden. En dat het je soms sterkt om het beter te kunnen doen. Mm -hmm. en, um... Moet dat een factor voor succes zijn voor u? Dat die waarde daarin zit? Ja, ja, ja. Omdat als je kijkt naar een normale jurist, is het toch, ja, ik zal het niet heel onbiedig zeggen, maar. Is Jawel, toch... uurtje factuurtje, Erbo. Nee, dat zeggen we niet, oh. maar het is toch wel. Ik vind het namelijk heel mooi wat u zegt, dat u niet alleen kijkt van hey, wat de oplossing moet zijn, maar dat u ook zegt van hé, hey, ik ga iets doen. Eigenlijk de win-win-situatie. Ja, ja. En dat zijn kleine momenten en soms ook hele lastige. Maar ik vind ook in het zakelijke dat je uh, de laatste jaren ben ik heel erg bezig geweest met financiële instellingen en. In het begin zag je alleen maar de financiële targets. En in de negen jaar dat ik dat gezien heb... zie je dat veel belangrijker geworden zijn. Ook de niet-financiële targets, de duurzaamheid... en dat dat een acht, negen jaar geleden nauwelijks nog sprake van was. En nu vinden we dat gewoon. Ja. Ja. Het is wel zo dat het niet al te veel moet kosten, nee. maar... Je kan, niet, uh, je kan het terrein niet meteen ja, helemaal winnen. Dus, dus, dus je dus, ziet die veranderingen die toch wel heel interessant en goed zijn. Ja, maar die maar dat... Kosten gaan ook veranderen hoor. Het inzicht versnelt heel erg. Het mag best wat kosten. Ja. En er is dus blijkbaar geld genoeg, toch? We zetten nog even de pers aan en we betalen het allemaal. Dus, uh... Nou, daar ga ik niet over. Nee, dat, dat, dat <laughs> weet ik voor u. Ik wou echt, want we, we gaan een beetje richting uh, eind van het gesprek. Ik wou van u graag, uh, want er zitten ook heel veel jonge juristen te kijken. Ja. En dat bent u ook ooit geweest, maar u heeft nu echt een berg aan ervaring. Uh, wat, wat zou u tegen al die jonge juristen willen zeggen? Een, een woord van advies. Misschien ook al die wat oudere adviezen, uh, juristen die nog heel jong van geest zijn. Wat, wat zou u ze willen meegeven? moet Heel goed nadenken. Um, eigenlijk heb ik het meeste geleerd toen ik pas begon in de advocatuur. En dat was een gewone rechtspraktijk, mm -hmm. een algemene rechtspraktijk, soms een strafzaak, maar echt scheidingszaken, problemen met kinderen. Ik heb denk ik alles in het BW aan artikeltjes gehad. En waar je van leert, is um, met mensen om te gaan, en naar ze te luisteren. En als je het gevoel hebt dat je ze een klein beetje verder hebt gebracht... is dat toch ontzettend fijn. Ik heb uiteindelijk ongelooflijk genoten in de zakelijke advocatuur. Je voelt je adrenaline. Mm -hmm. Maar ik had niet gemist willen hebben... dat je um, dicht bij een mens het gevoel hebt dat je iets heel kleins... Kan betekenen. En dat vind ik nog steeds heel mooi in de advocatuur. Ja, ik snap wat u bedoelt. En dat is voor die mensen natuurlijk heel groot. Ja, ja dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Ben jij nog iets, Ebba? Nee, ik, de, ik vind het gewoon heel erg mooi om te horen praten. En dat u eigenlijk gewoon aangeeft wat het grote probleem op dit moment is, niet alleen. Nou, ik zou het niet heel groot maken richting de wereld. Maar laten we met elkaar gewoon die dingen benoemen in de middenweg die voor ons allemaal belangrijk zijn. Iedereen zal nooit zeggen dat we niks met duurzaamheid moeten doen. Iedereen zegt dat we ook aan elkaar moeten denken. We houden van elkaar. Dat heeft corona ook bewezen hoe we dichter eigenlijk bij elkaar zijn gekomen uh, als families zijn. En uh, ik wil u daarvoor danken. Ja, ook dankzij hem, dank van mij. En ik denk van iedereen die kijkt. En uh, nogmaals heel erg gefeliciteerd met uw overgewoord. Dank, ja. heel veel die dank. Bedankt ons alvast. wel.